De koffers gaan voor de laatste keer in de bus voor de vlucht vanaf Agadir naar Nederland. Een beetje gemeen is het wel. De lucht is vandaag helemaal blauw. Onderweg zien we dan toch nog de klimgeiten, die zich in de Argalia-bomen te goed doen aan de vruchten. Ze zijn een lekkernij voor zowel de geiten als ook voor kamelen. De uitgespuugde pitten worden zorgvuldig bewaard. Hier wordt namelijk de argenolie van gemaakt, die onder andere bijzonder geschikt is tegen het verouderingsproces van de huid. Via de laatste uitlopers van het Atlasgebergte dalen we af naar de kust en de onstuimige Atlantische Oceaan. Het levert ook hier weer mooie plaatjes op. We worden onverwachts geconfronteerd met een grote kudde kamelen, waarvan een aantal het lopen op de weg ook wel interessant vinden. Gelukkig kan de bus aan de kant gezet worden en 39 Marokko-gangers haasten zich voor de laatste keer uit de bus om weer een uniek moment vast te leggen. Het beeld van een fietstas aan een brommer met daarin een piepklein kameeltje missen we net. De kudde trekt rustig verder in noordelijke richting. We zijn ruim op tijd in Agadir en dat blijkt een uiterst moderne stad te zijn met een mooie haven en een riante boulevard. Hier kunnen we nog een paar uur genieten van de zon en de zee en dat is alleszins plezieriger als rondhangen op een vliegveld. Bij de luchthaven van Agadir nemen we afscheid van assistent Karim, natuurlijk ook van de alleswetende en steeds goed voor ons zorgende gids Youssef en van de betrouwbare en altijd goedlachse chauffeur Bourba. Het was een geweldige rondreis door Marokko met 39 reizigers die het prima met elkaar konden vinden.